Zo, na de kleine ommetjes van het weekend ga ik vandaag weer eens een lange wandeling maken. Kenners zien aan dit soort huisjes waar ik nu ben. Ja, waar zou ik nu weer lopen, hè? Als ik boven op de top ben, dan weet je het. Gisteren gaf mijn informant mij al een voorproefje, maar het is inderdaad niet zo bruin als het eerste. Het is wel mooi hoor. Ja, het is natuurlijk niet het oude kijkduin, maar het is dus wel aan onze kant, zeg maar, niet tegenover Atlantic. Het is aan de kant van het Deltaplein. En nou, we moeten even wachten. April 2021. Nou, het is voor het eerst dat ik hier dus boven loop. Hier kan je al koffie drinken. Nou, dat vind ik wel erg leuk hoor. Doe me een beetje denken aan Albufeira, aan Portugal. Het is echt wel van deze tijd. Nu loop ik dus aan de kant tegenover het Atlantic. Helaas, ik werd teruggestuurd. Je mag hier nog niet komen. Oké, aangezien je dus daar niet in mocht, ben ik weer op het straatniveau beland. Ga ik er dus buitenom een ommetje lopen. Weer een ommetje in mijn ommetje. Dat is dus het Atlantic Hotel. Ja, het wordt wel een chique badplaats. Hier de parkeergarages neem ik aan. Nou, ik stop even, want dit is natuurlijk allemaal... Hoewel, het wordt beveiligd door Prisma. Er komt een auto aan. Anderhalve meter is hier nu ook met een officieel verkeersbord vastgelegd. Nou, dit worden dus de, zeg maar, de winkelstraat tussen de blokgebouwen. En joepie, die stinkende friet en gebakken vistent is weg. Ik hoop dat hij ook niet terugkomt. Nou, hier zie je het van beneden. Ah, ik heb het al die weken niet gemist. Maar nu ik het zie en nu ik het ruik, wat woon ik hier toch geweldig. We hoeven helemaal niet op vakantie. Stikt hier van de musjes. Nou, die vogel heeft zich net lekker gebaat in de kraan van Linnea. En is weer schoon.
trap af. Die trap is nog oud. Je moet even goed uitkijken naar het niveau. Me and my shadow weer, hè. Dan kom je bij een overloopje en dan heb je nog een stuk of twee, drie. Nou, die treden hebben jullie nou wel gezien, dus ik ga even zo. Na alle verboden bordjes wel even psychologisch goed dat hier staat. Wat je wel mag in blauw. Prachtig. Het heeft de hele ochtend geregend. Kijk eens. Wat een strand als het leeg is. Nou, je hebt hier een soort promenade. Die neem ik maar even. Ik heb een principe dat daar waar al die boeddha's staan, ik niet ga zitten. En dan moet je hier heel ver lopen, want er staan bijna overal boeddha's. Hopeloos. Ik denk dat ze ervan uitgaan dat het rustgevend is en van stress. Nou, ik ga toch even richting de zee. Leuke kleur, dat turquoise. Als je af wil spreken, heb je al die afbeeldingen. Dan kan je zeggen waar je ligt. Joepie de poepie, de zee. Bij de volgende strandtent en dat is Havana. En als ik hier al afsprak met iemand, dan was het hier vroeger, maar ik zie er ook alweer de achterkant van zo'n Boeddha beeld. Dus nee, niet meer. Zo'n brede boulevard op het strand is natuurlijk wel wat praktisch en loopt lekker. Ik kom nu bij de derde tent, Hudson Beach. Ook uitgestorven op een maandagochtend. De zitplaatsen zijn inderdaad ver uit elkaar. En daar staat hier iets. Ik verlaat het strand, want ik was helemaal niet van plan om vandaag mijn ommetje hier te houden. Aha, ik heb het eigenlijk nu pas door. Je moet er rechtsaf. Linksaf en rechtsop. Het is één richting verkeer geworden. Dat is het. Kijk, daar staat ook duidelijk een pijl, maar ik ben soms niet zo snug. Ik ben bij strandslag 3 erop gegaan. 3A. Niet dit paadje in. Daar zie je de flats in aanbouw. Dit is het oude flatgebouw wat er ontstond. En ik ga daar naar beneden. Weer de daken van een wijkje in de duinen. Leuk, die duinroosjes. Nou, dit pad daalt af. Als je loopt merk je echt heel erg dat je naar beneden gaat. Hier gaat het naar de bussen. En ik vind dit altijd leuk. Ja, met die duinroosjes. Nogmaals, het heeft vanochtend gestaag geregend. Dus
De mensen zijn nog niet uit hun holen. Die kant op is voor een volgend ommetje. Ik vervolg mijn pad hier langs het fietspad richting de straat en dan linksaf waar mijn auto staat. Ik ben links afgestaan. Nou, ik ben links afgeslagen en overgestoken. Er kwam iemand aan, dus ik film dit weer opnieuw. Ik ga nu even langs in de Westkapellelaan langs de huizen. Het is ook weer natuurlijk toevallig dat er een meneer uit dit huis kwam met een licht buitenlands accent en hij vroeg: verpest ik het nu voor u? En dit is Villa Hastam. Daar kwam die uit. Windstil. Dit is in een van de tuinen van het huis van de foto hiervoor. En ik ben nu bij de Oostvoornelaan. Ik ga nu de hoek om. Oh. Het is niet druk, maar elke keer als ik begin te filmen komt er iemand aan. Kijk eens, een prachtig wild. Lavendel. Ik kom uit deze straat en ik ga hierin. Nou, dit is een beetje, wat is dit nou? Al die standaard woningjes. Even koekoe. Ik kom daar uit en ik loop dus met links de wat mooiere huizen. En hier dus die rijtjesgedoe. Ja, misschien wat goedkoper. Mooi, trouwens ook prachtig, hè? Afgezien van de auto's, ja, die mensen hebben ook allemaal auto's. Een schattig laantje. Ja, ik kan moeilijk alles filmen, want er staan mensen en dan die denken, oh, wat ben ik aan het doen? Ik steek het weer even over. Ook weer zo'n biep, die zie je werkelijk overal. Strandbiep. En dan prachtige bloemen. Via het Westkapellepad wordt je strand. Nou, ik heb echt vakantiegevoel hier. Nog steeds op het Westkapellepad. Hier zie je de oude appartementen staan. En dan ga je hier met een bocht naar rechts. Je hoort het al in de verte en dan kom je bij de nieuwbouw uit. Mijn auto staat vlak bij de Katwijkse straat. Zo vredig. Hier kom ik dus vandaan. Dus vandaan en kijk, precies goed uit. Dit is weer de Kijkduinse straat. Ik moet hier oversteken en dan daar rechts staat mijn auto. Tot morgen! Ik moet hier oversteken en dan daar rechts staat mijn auto. Tot morgen!